Toos is eigenlijk een zakenvrouw, of wordt in de loop van de familiegeschiedenis toch een behoorlijke zakenvrouw. Een behoorlijke vechter, een hele harde werker. Wel een pittig type. En Toos is eigenlijk min of meer de hele leven al opgezadeld met twee mannen. Namelijk Henk en Janus. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen van Toos. In deel 3 is ze officieel met Janus, maar ook eigenlijk met Henk, met alle twee. Alle drie weten ze dat, het is niet iets openlijks, maar iedereen weet eigenlijk weet de hele familie Avenir dat ze getrouwd is met Janus, maar dat ze liever getrouwd was geweest met Henk. Dat is eigenlijk vrij publiekelijk. Maar Toos wacht op de liefde en Toos heeft een hele grote liefde, maar het wil niet, het gaat niet, het werkt niet. En het is een zoals Maria dat zo mooi zegt, een verschrikkelijke liefde. Dit is de eerste keer dat ik in een stuk van Maria sta. En ik vind het heerlijk om met haar teksten te werken. En ik vind het geweldig om in dit stuk te staan. Om heel veel redenen. En heel bijzonder, ik vind dat we dat moeten koesteren, zo'n grote Nederlandse toneelschrijfster die toneel maakt voor de grote zaal, wat toch wel, vind ik, heel erg toegankelijk is. Daar ben ik wel echt heel trots op. Mijn hart ligt wel bij toneel. Dat is eigenlijk voor mijn gevoel waar het allemaal begint. En de televisie en film, dat zijn toch wel meer uitstapjes. Nou, nu ben ik wel natuurlijk een vrij groot gedeelte ook bezig met Gooise Vrouwen onder andere. Maar normaal zie ik het toch een beetje als uitstapjes. Dit is de basis. Vanuit hier vlieg ik af en toe uit.